Natuurmonumenten in Kardingen heeft dit voorjaar te kampen met vandalisme. Nadat eerder al runderen bekogeld werden, is met Pinksteren een brug van het fietspad vernield. De leuningen van de brug zijn aan beide kanten gesloopt. De meeste brokstukken zijn opgeruimd, maar één deel ligt nog in het water. Het incident heeft vervelende gevolgen. Allereerst is het een onveilige situatie. Hè. De leuningen zijn van de brug afgebroken. En daardoor kunnen fietsen zo doorfietsen het water in. En dat is een behoorlijke smak die je dan maakt. Want er zit zeker een 1,5 meter verschil tussen water en asfalt. En daar moeten wij direct iets mee. We hebben er nu balkjes tegenaan gezet met lint, zodat mensen zien dat die leuningen ontbreken. En op langere termijn moeten wij dit gaan repareren. Of langere termijn, dat moeten we komende weken gaan organiseren. En dat gaat gigantisch veel geld kosten. Hartog verwacht dat de reparatie van de brug zeker duizenden euro's gaat kosten. Het voorval heeft dan ook invloed op andere projecten van de Stichting Natuurmonumenten. We hebben afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de wijkrand van Bijum. Daar zijn we nog niet klaar. En dat zal waarschijnlijk eventjes op een lager pitje gezet worden, zodat we dit kunnen herstellen. Het is niet het eerste incident van de laatste tijd. Vorige week werden er ook al runderen bekogeld. Die runderen die grazen hier al een tijdje en hebben op het ogenblik jongen. En die periode is vooral dat een vrij stressvolle periode voor de beesten is. En het zou doodzonde zijn op het moment dat de boer gaat zeggen van ik haal mijn beesten hier weg. Want de mensen die beleven hier wel heel veel plezier aan. Ook werd recentelijk door vandalen een aantal bomen gekapt. Zo kwamen twee populieren 's nachts op een fietspad terecht. Schoonhoven denkt dat er een samenhang kan zijn tussen de incidenten. Ja, het tekent zich een patroon af. En zeker wat die bomenkapperij betreft, daar vermoeden we van dat het een en dezelfde persoon is. En ik weet niet of de informatie klopt, maar ik heb wel gehoord dat ook in andere delen van de stad dit zich voordoet. Zeker wat het bewerken van meubilair betreft in het gebied. Er is aangifte gedaan bij de politie van de recente voorvallen. Er is nog weinig concreets bekend omtrent de identiteit van de daders.